Sony Media. Met champagne poppen en dit en dat. Ja, maar dus, kijk, het is meer gewoon... Ik hoef niemand per se... Zeg maar, als je het niet kan, vind ik het ook niet erg. Want ik doe het heel last minute spontaan. Ja, maar dit is dus waar het misgaat. Je. Favoriete podcast. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van je favoriete podcast. Hey, goedemorgen. Met Stefan. En... Julia. En ik, Sean Demmers. En wat gaan we ook weer doen? Hoe zit deze podcast ook weer in elkaar? Ja, het is lang geleden. Het is alweer lang geleden dat we bij elkaar zijn geweest. Hoe lang is het geleden? Ik was eergisteren nog met Stefan. Ik ook. Nee. Niet. Eergisteren. Eergisteren. Jongens, geen ruzie maken. Kom op. Wel, ik was even meer met Stefan dan jij. Maar, je favoriete podcast. Jo, vertel eens wat we doen in deze podcast. In deze podcast bespreken we jullie favorieten over de onderwerpen die... Of nee, niet jullie. Wacht even, ik weet het echt niet meer. Doe het nog een keer. En welkom bij je favoriete podcast. Nou, wat gaan we doen? Huh? Jij stuurt een onderwerp in. Heb ik toch al gezegd. En wij bespreken onze favorieten. Nou... Less maar wat voor onderwerp spreken ze dan in? De ene zegt dit, de ander zegt dat. En waar kunnen ze dat doen? Op onze social media. En hoe heet die dan? Je favoriete podcast. Nou, heel mooi. Lijkt net de eerste aflevering. Ja, het ging wel echt stroef. Wat? Doe jij het eens? Doe jij het eens voor? Hallo, welkom. Jij hebt echt een heel ondeugend gezicht. Wat heb jij gedaan? Jij hebt een heel gek gezicht. Hij zit te poepen in. Alsof je iets geks hebt gedaan. Je zegt ook dat ik een rare mond heb. Ja, daar zit te poepen. In het hoekje. Ik heb daar wel gepoept, maar dat is niet heel raar. Mm. Maar je doet gek, man. Ik weet niet wat het is. Nou, in ieder geval, zullen we lekker... hoe is het met jullie? Ja, goed. Ja? Ja. Mooi. Ja, ook wel goed, ja. Ik heb wel een chill weekend gehad. Ik snap het wel. Nou, want daar wilden we het natuurlijk over hebben. Hoe was je weekend? Ja, ja. Heb je nog iets leuks gedaan? Nou, ja, ik mag niet... We mogen over Legends of Gaming niet zeggen. Nog. Oh ja, over Legends of Gaming wat ik heb gedaan. Ja. Maar we mogen wel zeggen, we hadden bepaalde opnames met bepaalde mensen. Onder andere wij drie. Dat mag wel. Het is zo'n beetje elke opname ooit. Ja, maar dan weet ze een dus bepaalde dat er... opname, een bepaald mens. Ja, dat kan net zo goed deze op podcast aankomt. Zijn. Ja, maar wel samen opnames. Ja, dat was wel waar. Was leuk. Dat is lang geleden. Ja, en ik had nog een dag extra. Dus mijn hele weekend stond in het teken van die opnames. Ja, ik moet volgende maand nog een keertje. Ik ook volgende maand. Sean, leuk. Dan zien we elkaar daar weer. Moeten jullie dan ook naakt? Ja. Ja. Goed. Jo, wat heb jij gedaan dit weekend? Nou, ik heb dus opnames met bepaalde mensen. Met jullie. Blijven hangen. En ik heb vrijdag lekker niks gedaan. Lekker na die bepaalde opnames lekker chillen. En zaterdag kwamen er wat klusjesmannen bij me thuis. Waarvoor? Even lekker voor klusjes. Ze kwamen even de kast in elkaar zetten. Het was gewoon een roleplay van jou en Jelle. Precies. Hij deed. Oh, hij stond daar met zijn haar. Dan stond hij op de bouwer. Ja, met alleen een tuinbroek aan. Wil jij mijn armen zien? Mijn slagwerk. Zou hebben wat spijkers in je meppen. Nou, goed, in ieder geval. De kasten werden elkaar, de spiegel werd opgehangen. En daarna ging ik een lekker pilsie drinken met Stefan. Oh echt? Leuk. En met Reinoud en met Jel. Wat leuk, wat gezellig. Ja, ik was eigenlijk echt aan het werk s'avonds. Ik had helemaal niks gedaan nog het weekend. En toen zat Jel bij mij om de hoek. Toen dacht ik van, ik kom ook even een biertje. Ja, maar dat is toch zo leuk. Dan woon je bij elkaar in de buurt. En dan gebeurt dat gewoon. En heb je Otje gezien? Want mensen, ik heb een hond. Ja, hoe heet ze? Otje. Mevrouw Otje. En als je het is natuurlijk geen rashond. Maar stel je zou het een rasnaam mogen geven, hoe zou je deze dan noemen? Cutie. Heel mooi. Ze is zo lief, jongens. Ja, jij hebt er nog niet gezien. Nee, ik ga er vanavond zien. Ja, en jij hebt er wel gezien. Ik heb er gezien. Stefan heeft haar heel lief een bad eend gegeven knuffel met een koksbuis een aan. Bad eend gegeven knuffel? Ja. Een knuffel die lijkt op een bad eend met een koksbuis aan. Zeg, dat is Jelle. Wat is een koksbuis? Een koksbuis, dat is een schort? Ja, een soort outfit. Heet van dat een koksbuis? Ja. Ik weet echt letterlijk niks van koken. Nee, echt heel weinig. Wow. Wat weet jij wel van koken? Kan je noem eens drie dingen op die je weet van koken? Ik kan er maar één noemen. Broccoli. Punt, gewoon. Ook geen context, gewoon broccoli. Broccoli. Ja, broccoli. Nee, maar daar kom ik achter door met jullie te praten. Ja, hoe noem je dat? Een koksbuis? Ja. Maar dat is gewoon een schort. Nee. Het is zeg maar zo'n wit, zoals je wel zo'n film ziet. Nee, niet zo'n schort, maar zo'n wat je ook dichtknoopt helemaal. Zo'n jasje achter. Oh, zo'n bordje en zo. Dat heeft een koksbij. Ja. Had hij die eend dat aan? Ja. Oh. Weet je hoe die eend heet? Ja, dat is grappig, hè? Vertel. Gordon Quaxie. Oh, dat is heel grappig. Ja. En Otje vindt hem heel leuk. Ze gaat er steeds mee spelen, Oh, wat leuk. Hoe oud is Otje? Ze denken 3.
Oh ja, ja, dat weet je natuurlijk niet, want je hebt hem geadopteerd vanuit fucking Roemenië. Ja, haar geadopteerd. Hoe vind haar. Je eigenlijk zo'n hond? Via Facebook. Oh ja? Ja, ik heb was je op Facebook Facebook gelezen? Aan het scrollen en ik ben namelijk al heel lang... En hij had een leuke post gedaan over conspiracy theories en... Nee, maar toen zag ik haar voorbij komen en ze viel natuurlijk heel erg op door die mega-oren. Ja, ze hebben leuke oren, ja. Ja, en toen dacht ik... Het lijkt een beetje op een sneeuwvosje. Ze lijkt ook ze lijkt op een beertje, ze lijkt op een leeuwtje. Als ze loopt, lijkt ze op een leeuwtje. Maar lijkt ze ook op een nijlpaard? Nee, dat is de baasje. Jelle? Ja, nee. Nee, maar ja, nee, dus dat. Oké. Okay. Ja. Nou. En wat heb jij dit weekend gedaan, lieve Sjan? Ja. Ik had gisteren zo'n self-care momentje. Oh, dat vind je lekker? Dat vond ik even lekker. En ik was een Lego-setje aan het bouwen. Ik heb een Lego-setje gebouwd. Noem je dat self-care moment? Dat was voor, dat oh, voor mij. Oh, ik denk dan, je hebt je wenkbrauwtjes gedaan. Ja, joh, je gaat naar de spa. Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Hou je daarvan? Naar de spa? Ja, en dat soort dingetjes. Ja, ik was laatst was ik ook weer lekker naar een massage in Haarlem. En ja, ze hadden wel een massage, echt zo. Ik viel gewoon in slaap. Ik zei, doe maar lekker hard. En op een gegeven moment, na 3 kwartier was ik in slaap gevallen. Toen ging ze dus, dat had ze in de gaten. Toen ging ze minder hard duwen. Oh. Omdat ze zei, ga maar lekker slapen. Maar hoe weet jij dan dat ze minder hard ging duwen als jij sliep? Dat zei ze achteraf. Ah, okay. Oh, dat is gek. Ik vind het een gekke verhaal, hoor. Ik denk niet dat je echt sliep. Ik denk dat Sjan nep sliep. Ik was aan het slapen. Maar lekker. Oh, lekker zeg. Zo, en een lekker legoen. Ja. En dan, wat zou je ervan vinden als je gaat legoen en wordt gemasseerd? Zo, dat is wel echt... organic. Er gingen beelden door mijn hoofd heen wat ik niet kan delen hier in de podcast. Oh. Nou, maar, goed. Lego en massage? Ja, ja, goed. We gaan naar het onderwerp. Nee, ik wil nog wat zeggen over massage. Weet je nog dat ik laatst een massage had gedaan? Ja. Ja. Ik had weer een massage gedaan. Wacht, waarom wat? Doe jij dat? Je zegt dat niet eens leuk. Nee. I know, maar ik was in de Botanic Sanctuary in Antwerpen, weet je wel. Dat, nee. Hoezo zeg je ook wel van weet je wel? Omdat het echt de meest waanzinnige hotel van België misschien wel. Ja, maar dat is natuurlijk chill. Weer jouw leak, Stefan. Oh, nou, het is een heel chill hotel met een hele chille spa. Maar in ieder geval, ik was daar. Ja. Dus ik dacht, ik probeer het wel weer een keer. Weet je wel? Ik ben was net 2 weken hersteld. Van de vorige. Ik vind het heel raar wat je aan het doen bent. Ja, ik vind het zo sorry. Vreemd. Sorry, ja, nee. Ga je verhaal... Nee, laat hem even ik laat hem uitpraten. Ja, maar wat, ik vind het heel raar. Dat ik een massage neem. Ja, jij hebt 1 keer hier in een podcast besproken. Dat een van de dingen die je echt niet fijn vindt, is een massage. En dat mensen dan aan je gaan zitten. Bla bla bla. Negativiteit. Bla bla bla. Dat dan... is zo erg. Ja, jawel, dus zeg maar dat ik er niet per se van kan genieten. Nee, dat je er niet per se niet van kan genieten. Wat is dit nou weer voor een domme zin, man? Zo zei ik het ook niet. Oh, maar, wat zei je dan? Zonder de extra niet. Oh, want okay. Anders is het dubbel en dan is het eigenlijk wel. Ja, goed, whatever. Maar in ieder geval, ik had die massage gedaan en ik vond het prima. Niet zo chill. Ik dacht, ik geef het nog een kans. Ik ben daar toch, weet je wel. En daar schijnen ze echt fucking goed te zijn. Maar toen... In Antwerpen in de botanische tuin van het hotel waar ik zat. Ja, met mouse. Niet in de botanische tuin. Daar, ja. Maar je moest het van tevoren zo'n papiertje invullen. Heb je dat eens moeten doen? Wat je wil en zo? En hoe hard? Ja, 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 dat doe je. Dat heb ik. Nou ja, ik doe dat dan via internet bij die massage salon waar ik heen ga. Nou, ik moest gewoon zo schrijven zo en ik heb dat gewoon ingevuld. Maar ik denk dat het mijn lelijke handschrift is geweest. Zo. Ik dacht, ik doe gewoon een soft massage. Want ik wil dat harder. Dat kan niet aan. Nou, die gast, dat was zo'n man weer. Met zulke klauwen. Oh, en die was aan het duwen. En die ging met je ellebogen zo in mijn rug en zo. Heer. En dan ging zo knijpen. Ja. En nou, ik had echt pijn. En ik dacht op een gegeven moment van... Oké, ik ga niks zeggen, want ik heb soft ingeklikt. Dan vindt hij me echt een zieke poetsie. Maar ik dacht echt op een gegeven moment van... Ik moet echt zeggen, stop gewoon. Want het deed zoveel pijn. Ik lag echt niet chill. Het was echt helemaal niet chill gewoon. Ik snap niet wat er lekker aan ja, is. Maar ik moet en wel... ik voelde me daarna ook niet herboren of zo. Ik dacht gewoon van nee, dit is niks voor mij. We gaan luisteren naar het onderwerp van onze lieve luisteraars. Echt een lean back. Kom je lekker dichterbij. Hoi, ik ben Mickey en ik vroeg me af hoe jullie je verjaardag invullen. Dus wie nodig je uit? Wat ga je doen? Ik vind dit persoonlijk heel erg lastig, want ik ben binnenkort jarig en heel erg inspiratieloos. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jullie dit altijd doen. Groetjes! Nou, verjaardagsinvulling. Ik hou me een beetje op de achtergrond. Dus natuurlijk niet helemaal mijn... Ach, hou op, jongen. Nou, ik denk dat wij gewoon... De koning heeft hem minder uitgevoerd. Ik weet in ieder geval wel wat mijn minst favoriet is. Ik heb het gevoel dat wij iets naar ons hoofd krijgen. Ja, dat wij een verjaardag gaan krijgen. Vooral hij. Ik? Ja, hoe jij je
tering verjaardag altijd zo irritant. Oh ja, dat vindt zij heel irritant. Daar heb je het van de week ook nog met Frank over gehad. Echt. Tering verjaardag. Ja, hallo, mijn hartstikke leuke levensviering dag. Ja, maar je doet het zo irritant. Hoezo? Omdat het niet gaat zoals jij het wilt? Nee, omdat mijn het verjaardag. Je het gewoon zo doet. Ja, er is geen touw aan vast te knopen. Ja, dankjewel, Sjan. Maar goed, we gaan het eerst even hebben over de leuke. Weer opeens. Nou, het is altijd wel bij jou. En dat is bijna ieder jaar. Niet ieder jaar. Maar bijna ieder jaar zeg je van ja, ik weet niet of ik het ga vieren. En dan, dat is dan 3 weken van tevoren. Als mensen een beetje beginnen te vragen. Hey, ga je nog wat doen? Nou, ik weet niet of ik het nog wel ga vieren. Ja, klopt. Maar dan ben ik het ook echt niet. Nou, en dan maak het nog erger. Anderhalve week later is er van ja, ik weet niet. Nou, toch, misschien wil ik even met een klein groepje iets drinken of zo. Nou, dan, dat is wel waar. Dat is dan, ja, precies. En dan een week later ineens staan we met z'n allen ergens in de club of op de parade staan we met z'n allen. Ja, want het is toch wel met champagne poppen en dit en dat. Ja, maar dus, kijk, het is meer gewoon... Ik hoef niemand per se... Zeg maar, als je het niet kan, vind ik het ook niet erg. Want ik doe het heel les midden spontaan. Ja, maar gewoon dit denk van, is dus waar het misgaat. En dit vind ik dus tering irritant. Want ik had dan, dit jaar werd mijn schoonzus 30. Die viert het op 30 augustus. Dus ik app Stefan 2 weken van tevoren. Hey Steve, jij bent natuurlijk 1 september jarig. Dus ga je dan iets vieren? Ga je wat doen? En want die 30ste viert mijn schoonzus ook haar verjaardag. En dan zegt Stefan... Het enige wat hij zegt is... als ik iets doe, inderdaad op die dag. Nou... Daar heb ik dan nog geen ene reet aan. Ja, dan moet ik dus dan elke keer denken van... Nee, nou, maar moet hij sluit dus wel alle andere dagen uit. Ja, nou, ik vind het gewoon heel irritant. Dus ik moet... Zeg maar, dit jaar word jij 30, jongeman. Je wordt 30. Volgend jaar word jij 30. Ja, dan ga ik dat vieren. En jij gaat het godverdomme vieren en je doet het ook van tevoren. En als ik moet helpen, dan hoor ik het wel. Ik vind goed, het leuk nu om te helpen. Terug naar de favoriete verjaardaginvulling. Ja. Want daar gaat het om. Ja. Sjan... Maar het was wel gezellig, mijn verjaardag, toch? Het was leuk. Het was heel leuk. Alleen die sangria, jongen. Ik was helemaal bezopen. Zo, ik had hoofdpijn die dag erna. Ja, ik ook. Ja. Nou, Sjan, take it away. Jij bent op 25 januari jaar. Ja, jij bent de eerstvolgende. Ja. Ja. Ik vind... Hoe oud word je ook alweer? Ik word 28. Jezus. Ja. Wow. Ja. Op een zaterdag. Nou, dat is ook de dag dat ik ben geboren. Op een zaterdag. Dus... Dan moeten we gaan feesten die zaterdag. Full circle moment. Oh, maar ik ben er niet. Oh, ben jij weer op vakantie, net zoals dit jaar? Ik ben op Bonaire. Maar kom even naar Bonaire. Jij gaat zo vaak op vakantie. Ach, flikker op. Moet jij zeggen, jij gaat voor 2 dagen naar Amerika. Daar wil ik het zo nog even over hebben. Ja. Ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Goed. Of daar gaan we het volgende week over hebben. Ik weet ook, wat ik dus heel leuk vind, is ergens in een barretje met een groepje. Gewoon lekker. Ik denk dat jullie dat ook wel kennen. Dat je gewoon lekker in een barretje met wat biertjes en wat vrienden. En dan een avondje het leven viert gewoon. Nou, volgens mij zijn we er ook wel vaak bij, toch? Als je dat doet. Ja. Of heb je nog secret verjaardagen dat je nu zegt van... dat kennen jullie wel, een beetje biertje met wat mensen in de kroeg. Hoe had jij een verjaardag gevierd vorig jaar eigenlijk? Ik weet het niet meer. Dit jaar? Ik bedoel dit jaar. Was ik er toen? Nee, toen waren we er toch niet? Niemand was er. Ik was volgens mij op Bali toen. Ik was er wel. Ja, want jij bent 25 jaar in Bali. Jij was op Bali. Toen was ik net weg, volgens mij. Even Wacht, kijken. Ik ga het even opzoeken waar ik was. Dan hier, 25 januari. Oh. Nou, ik zie in ieder geval een foto... Toen dronk je niet meer ook. Nee. Nee, ja, ik heb het niet echt gevierd, volgens mij. Ik was inderdaad niet in het land, zie ik. Nee, ik heb het niet gevierd. Ik heb wel... de 26e zie ik dat ik de avond heb gehad dat ik weer ging drinken. Dus dat ik met Frank zijn video ging. En dat ik er zo bij stond op een gegeven moment. Hmm. Dat was... Maar voor de rest... ik heb het niet gevierd dit jaar. Ik was in Zwitserland toen jij... Ik heb mijn verjaardag wel gevierd. Oh ja, daar was ik wel. Bij mijn thuis inderdaad. Oh, daar was ik wel. Daar was jij ook inderdaad. Ja, oh ja. Was ik daar ook? Ja. Ja, jij was daar ook. Bij jou thuis. Het was echt een memorabele avond. Toen was iedereen een beetje zielig. Ja. Dat was echt letterlijk het beste feest ooit. Ja, wat de fuck? Nee, iedereen was daar gewoon. Ja, was een movie, man. Ja. Oh mijn god. Nee, iedereen was daar gewoon inderdaad. Was het die fucking saaie avond dat niemand dronk? Ja. Oh ja, het was echt boring jouw verjaardag. Ja. En die van Rijn dus. Ik dronk ook niet die avond. Nee, niemand. Iedereen was van, ik blijf gewoon even horen. Maar dan was ik heel zielig, want Rijn wilde heel graag naar de club. En die zei echt tegen iedereen van, ga je mee? Ja, ik zei, niet. Iedereen deed Dry January, was het. Nee, ik er niet. Behalve jij. Ja. Ja. Maar je dronk die avond geslaan. Toevallig niet. Nee. Oh ja, iedereen deed Dry January. Ook mijn vrienden allemaal en zo. Ja. We deden allemaal Dry January. Nee, jij niet hoor. Je hebt het 2 weken gedaan en toen ging je naar Bali.
Nee, ik heb het 26 maar, dagen gedaan. Maar, ja, dat is waar. Ik heb het één weekend vol kunnen houden. Ik heb laatst 3 weken niet gedronken, Stefan. Oh, hoezo dan? Nou, dat, ja, gewoon ja. Hey. Onder maar, dwang. Maar, nee ja, ik heb mijn verjaardag dit jaar gevierd, maar dan met Rijn, want Rijn is 4 dagen voor mij jarig. En ik woon met hem, woonde. En toen, toen gingen we het samen vieren bij mij thuis. En het was Dry January, dus het was echt helemaal geen party. En Rijn inderdaad, die wilde heel graag feesten. Ja, maar niemand ging echt mee. Zielig, ja. Zielig. Gelukkig houdt Rijn van een feestje. En heb je het vast met hem ingehaald. Nee. Oh. Oké. Okay. Nee. Maar. Ja. Mijn favoriete invulling is dus gewoon in een bar met een biertje en gewoon gezellig uit. Beetje zingen. Beetje een bierbar. Bierbar. Ja, wat is mijn favoriete? Kijk, ik heb een beetje 2 verschillende scenario's. Want ik vind één. Oh, nee, trouwens, ik weet wat. Ik ben erachter. Mijn lievelingsverjaardag is gewoon lekker uit eten en dan daarna in de kroeg inderdaad een biertje doen. Ik heb vorig jaar mijn verjaardag heel groot gevierd en ik heb er eigenlijk niet van genoten. Voor de eerste keer in mijn leven. Wat heb jij vorig jaar ook weer gedaan? Sjan, dat weet je nog wel. Je was er ook. En dat was niet vorig jaar. Dat is echt letterlijk 5 maanden geleden. Dit jaar gewoon nog. In die bar. Ja, met daarboven. Een biertje. Daarboven, bij... Ja, dat was heel leuk. Ja, maar ik vond het dus niet leuk. Oh. Ja, ik vond het zeg maar wel heel leuk dat het... Nee, maar het was gewoon... Het was... Wat is er, Sjan? Nou, jij was ook een beetje teleurgesteld. Waarom? Nou... Toen wij zaten allemaal daarvoor nog op het terras. Ja, dat vind ik nog steeds echt asociaal. Ja, dat maar snap ik ook wel. Maar dat zit je nu, snij jij iets bij mij aan wat ik nog niet helemaal heb afgesloten en dat scheur je nu weer open. Ja, maar ik zeg ook vandaar zat ik in heel veel fout. Ja, dat vind ik wel echt asociaal. Ja, vond ik ook. Maar goed. En sorry daarvoor. Bedankt. Dus niet min van jou. Wat was ja, dat ik gewoon mijn verjaardag vier en dat jullie tot 10 uur 's avonds op het terras gaan zitten. Dat is toch echt lullig gewoon. Oh, dat we later waren? Nee, niet later. Die waren gewoon echt bijna 2,5 uur later. Ja, ik dacht dat het om 9 uur begon. Nee, het begon om 8 uur. En mijn beste vrienden die gaan liever met z'n allen op het terras zitten dan dat ze naar mij toe komen. Wij waren er om 9:30. Nee, jullie waren er echt pas om 10 uur of zo. Oh. Ja, sorry dan. Ja, bedankt. Maar goed, daarom vond ik het inderdaad, was ik echt inderdaad teleurgesteld. Want ik dacht, nou, weet je wel, ik heb helemaal iets afgehuurd en zo. En dan gaan mijn vrienden gaan 2 uur lang op het terras zitten. Whatever, maakt niet uit. Het was uiteindelijk wel een leuke avond, alleen... Sjan, waarom moet je nou zo roet in het eten gooien? Nee, maar we mogen wel even excuses aanbieden. Zou je het ook een plekje geven? Het ding is dus dat ik wel heb gemerkt dat met zo'n verjaardag, dat je, als je het zo groot viert, je moet constant, ben je heen en weer aan het lopen met mensen praten, dan met die. En dan, zeg maar, ik weet zeker als ik op mijn eigen verjaardag had gestaan als een genodigde en niet als jarige, had ik een fantastische avond gehad. Maar als je zelf jarig bent, ben je gewoon constant... Ja, ik weet niet, ik kon niet echt genieten. Dus eigenlijk snap je wel waarom ik het dan niet wil vieren, toch? Nou ja, kijk, ik moet zeggen, ik ga het wel weer vieren dan ooit, maar dan wel op een andere manier. Maar kijk, ik vind hoe het zie gewoon... je dat voor je? Nou ja, kijk, als ik 30 ben, wil ik wel gewoon echt een grote party. Maar wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind, is dat Robert doet dat ook heel veel en Mo ook, is dat je dan gewoon ergens gaat lunchen of avondeten met een... Ja, in de grote middag. Groep of in de middag op een zondagmiddag lekker. Dat vind ik heel leuk. Ja, ja is leuk, ja. Maar goed, kijk, Jelle is bijna jarig. Volgende week dinsdag. En hij wil dan bijvoorbeeld gewoon op vrijdag lekker ergens gaan eten en dan daarna een biertje doen in de kroeg. Denk ik, ja, dan maak je het lekker ook niet zo moeilijk voor jezelf, weet je wel. Ga je gewoon lekker uit eten met je lover en dan daarna kan iedereen aansluiten die wil. Ja. Dus mijn favoriete... verjaardagsinvulling is vroeger zou ik zeggen echt het dikste feest ooit geven. Maar ik denk dit jaar gewoon lekker uit eten en dan daarna een kroeg opzoeken en iedereen die wil aansluiten. Mooi. Sluit aan. Wat meer low-key. Ja, maar echt meer omdat ik gewoon echt heb ervaren dat, zeg maar, ik had echt veel mensen en het was ook echt heel erg leuk, maar ik heb gewoon niet genoten van die avond. Meer nee. Omdat je gewoon constant bezig bent met, heeft die het leuk, heeft die het leuk, ook oh, moet nog met die kletsen, weet je wel, zo. Ja, en dat heb je in zo'n bar bijvoorbeeld. Kijk, jij was ook in een bar, maar je had zeg maar de bovenverdieping afgehuurd. En daar dan is het wat meer geregisseerd. Maar wanneer je gewoon zegt van, nou, ik ga naar een bruine kroeg en je ziet maar of je langskomt, dan is het veel meer laid back en dan wordt het vanzelf wel gezellig, zeg maar. En dat drankje wordt verzorgd aan de bar en iedereen betaalt gewoon zijn shit. Ja. Ja. Ja, ik zou volgend jaar misschien inderdaad wel gewoon
wat meer richting dat ik niet echt een zaal, zeg maar, dit was echt een ruimte afhuren. Ik wil misschien wat meer een soort kroegje of zo af. De parade bijvoorbeeld? Hm? Nee, niet de parade. Ik ga mijn verjaardag nooit op de parade vieren. Nee, ik ook niet. Goed, Stefan. Oh. Ja, nou ja, daar hebben we het net al over gehad. Ja, ik... Niet. Jij vier je verjaardag liever niet. Je ziet wel. Het liefst... nou kijk, ik vind het gewoon... Ik hou niet van het helemaal plannen en organiseren. En dat het dan iedereen er moet zijn. En ik denk ook van, als je niet kan... Ik bedoel, ik hecht gewoon niet zoveel waarde aan mijn verjaardag, zeg maar. Dus als mensen er niet bij zijn, dan snap ik het ook wel. Als je niet kan, vind ik het ook prima. Dus je hoeft voor mij niet de hele avond vrij te houden. Maar als je het wel leuk vindt, dan die avond zelf... om 12 uur, als ik jarig ben, even een klein toosje te doen. Ja, hartstikke leuk. Maar... Weet je wat ik zo fucking grappig vond, Stefan de Vries? Nee. Nou, wij hadden jou een cadeau gegeven. Was even iets later dan gepland. Mm-hmm. En wij krijgen een filmpje van Frank door. En jij zegt gewoon als allereerste, is dit cadeau ook van Julia? Oh, jammer, want anders kon ik haar ook nooit meer een cadeau geven. Nee, maar het cadeau was zo laat. Ik dacht van, Julia is mijn verjaardagscadeau vergeten. Natuurlijk niet. Nee, maar ik was al zo verbaasd. Ik dacht, nou, dat meen je niet. Maar als ze dat vergeet, dan dacht ik, dan ga ik daar natuurlijk ontzettend mee pesten. Maar dat was niet zo. Ik had het ook niet verwacht, hoor. Daarom was ik ook zo verbaasd. Ik dacht van, wow, Jules is het misschien wel vergeten. Nee. Nee, maar, zat er aardig achteraan. Ja, toch? Zeker. Nee, dat geloof ik ook wel meteen. Maar ja. Daarom was ik ook verbaasd. Daarom vroeg ik naar jouw naam. Maar, ja, dat kwam heel laat trouwens, inderdaad. Ja, maar dat was omdat heel weinig mensen reageerden. En we waren eerst nog een beetje van what mening. What the fuck? Hoezo? Dat is mijn verjaardagscadeau. Ja, we wisten echt niet wat we moesten geven. En toen dachten we, ja, wat gaan we geven? Toen verkocht Frank het heel mooi. Van lekker hotel, lekker neuken met zijn wijf. En toen dachten wij, dat vindt hij leuk. Ja, chill. Ja, bedankt, jongen. Ja, maar dat is leuk. Weet je, jij hebt eigenlijk alles al wat je wil. Mm-hmm. Ik heb jou natuurlijk. Ja, goed, jou. Dus dat zijn de drie favorieten van deze aflevering. Gaan we even naar... Nee, want Stefan heeft nog helemaal niks gezegd. Oh, oké, okay, sorry. Ja, wat nee, is ja, gewoon wat, een toosje om 12 uur? Ja, gewoon niet zo Wat groot. Doe je dan op dat toosje? Ik wil het niet zeggen. Brie? Ja, smeerseltjes. Ja. Smeerseltjes. Zoals Sjan zou zeggen. Oké, okay, goed. Nou, dus Sjan in een kroeg. In een kroeg. Op een bruin café ergens op een vrijdagavond. Op een bruin café? Op een bruin café. Op het dak. Ja. Leuk. Steef, gewoon een toast om 12 uur. Ja. Ik zeg lekker uit eten en dan daarna met al je vrienden in een kroeg. Dus ik heb een extra... Vier jij het ook voor verschillende groepen? Nee. Nee, hè? Nee, maar kijk, ik betrap me wel dat ik dan zeg dat ik op mijn echte verjaardag, dus de 29e, dat is dan nu al, weet ik veel hoeveel jaar, dan op maandag, dinsdag, woensdag, noem maar op. En dan zeg ik, nee, die dag zelf ga ik niks doen. Ja, zo irritant. Dat je dan zegt, ik ga niks doen. En dan opeens nee, toch maar dan, nee, maar ik zeg dan wel tegen jullie van, ik ga wel ergens een biertje drinken, dus kom gezellig langs. Ja. Maar dat zeg ik dan toevallig tegen bijvoorbeeld echt 10 mensen. Hebben we dit jaar ook weer gedaan. Toen heb ik een biertje gedronken met jou. Ja, en toen zaten er allemaal mensen gezellig. Nou, goed, leuk, in ieder geval. Ja. Goed. Was hem. Gaan we naar de volgende? Ja, de minst favoriete. Nee, oh, nee. Van iemand anders. Sorry, hoe kan ik dit nog steeds vergeten? Zat Oh ja, Jo, doe even. Dat doe jij leuk altijd. Lieve mensen, ik weet dat jullie heel graag... En jullie zitten te wachten met smart op die favoriet van iemand anders. Maar je moet heel even wachten. Ja. Want we gaan naar de reclame. Klopt. Oké, welkom terug. Leuk dat je nog steeds luistert naar deze reclame. We gaan naar de favoriet van iemand anders. Ja, wij gaan elke keer vragen of iemand anders zijn favoriet van het onderwerp wil insturen. Dat is dan een andere bekende persoonlijkheid. Wie is het deze week? Deze week is het Jurre Geluk. Oh. Nou, hebben wij ooit leuk. Nog eens een keer opnames mee gehad. Ja. Weet je nog? Dat we lekker met de meiden deden. Ja. Toen hebben we nog bij hem in die seksmobiel gezeten. Of de sekscaravan. Klopt. Ik vind en hem een hele leuke jongen. Het is een leuke gast, ja. En ik heb ook nog met hem, daar ken ik hem van, dat we audities deden voor de Go-Go Reports. Dat, heb je dat met hem gedaan ook? Ik en Jurre zaten toen in de finale volgens mij. Ik en Jurre? En jij hebt gewonnen. En ik heb gewonnen, ja. Tuurlijk. Ja, natuurlijk, man. Hey, natuurlijk, man. Terwijl Jurre kan eigenlijk veel beter presenteren dan ik. Jurre is heel grappig. Dat hoef je niet zo te behalen, maar dat is wel waar. Dus ik weet ook niet waarop... Jurre een hele goede presentator. Dat vind ik zo bijzonder dat jij gewoon Go-Go Report bent geweest. Ik ga dat een keertje terugkijken. Dat je daar zo nog een jonge joch bent. Laten we dat alsjeblieft met z'n allen salami nips. Dat kunnen we vanavond wel kijken, hoor. Ja. Oh mijn god, ja! Ja, dat wil ik zien. Salami nips? Ja, jij hebt echt chorizo plakken. Pepperoni is het niet. Oh, ja, het is niet zo, salami is wat groter. Het is niet zo groot. Oké, nou, in elk geval, Jurre Geluk, zijn favoriete manier om de verjaardag in te vullen. Hij zegt A, door helemaal niks te doen. B, uit eten met
Close. Klote vrienden. A, helemaal niks. B, uit eten met close vrienden of familie. C, zo hard mogelijk naar de close. Nou, zo hard mogelijk naar de kloten. Of D, een karaokeavond is ook wel leuk. Ik denk zo hard mogelijk naar de kloten. En dat is niet omdat ik denk dat hij daar bij BNN heeft gewerkt. Weet je wel, dat hij helemaal dat stigma heeft. Maar ik denk dat hij best wel iemand kan zijn. Vind jij BNN nog steeds zeg maar heel erg rock en roll? Nee, maar toen hij daar werkte wel, toch? Hij werkte nog steeds. Nee, hij werkt nu toch bij de NPO. Gewoon bij Zep werkt hij nu. Dat is een zender. En daaronder heb je allemaal omroepen. Ja, oké. Okay, maar hij doet volgens mij niks meer voor spuiten en slikken. Hij doet wel, hebben, toch? Hij was gewoon weg voordat het kut werd, zeg maar. Goed, in ieder geval, Jure, sorry dat wij niet op de hoogte zijn van wat jij nu precies doet. Ik weet wel dat jij een heel leuk programma maakt samen met Emma, waarin je je laat prikken door allemaal gekke beesten voor de kinderen. Ja. Oh, echt? Goed, in ieder geval. Heeft hij even gelukt? Je zat echt lang te wachten, hè? Totdat je dit wilde doen. Zo lang te wachten. Wat? Zo! Wat? En hij is trots ook. Je bent echt zo verliefd. Je bent helemaal aan het glowen. Oké, ik heb weer een rare mond. Die gekke mond voor jou. Goed. Hey, ja, dus wat zeg jij, Jules? Wat denk jij? Ik denk dat hij het misschien allemaal een beetje opnoemt. En dat hij dan uiteindelijk eindigt met C. Dus hij zegt, nou, eigenlijk liever helemaal niks. Nou, toch wel misschien uit eten. Nou, weet ik veel. Ik weet het eigenlijk niet. Wat zeg jij, Sanette? Ik ga lekker voor de karaoke avond. Ja, dat denk ik ook, ja. Oh. Karaoke. Ik denk C. En sorry als ik je dan... Nee, ik denk gewoon C. Julia, weet je nog wat karaoke betekent? Wat? Weet je nog wat karaoke betekent? Oh, shit. Ja, kara! Oké. Wat was dat ook weer? Wat betekent het? Ja, ik weet het niet meer. Ja, kom op. Die snippet is ook helemaal viral gegaan. Is het niet muziek zonder tekst of zo? Ik weet het niet meer. Dat is een Japans woord, Julia. Oh, ja, zelf zingen op de muziek. Kara! Oh ja. Oké! Kara! Oké. Wat was het ook alweer? Leeg. Oh ja, lege zaal. Toch, of lege muziek, zoiets. Wat was het ook alweer? Ja, waarom zou ik er ook een lege zaal zijn? Dit is dus echt precies hoe ik gewoon dingen op leer. School was. Ja, ik niet. Vergeet gewoon alles. Ja. Behalve als ik het interessant vind. Hoe heet je ook alweer? Nee. Hey, kom op, even. Karaoke, leeg. Lege muziek. Nee. Ik weet het niet. Lege tekst? Nee, leeg orkest. Oh! Ja, leeg synchroon. Orkest. Synchroon. Kara! Oké! Kara, oké. Is wel een leuke snippet weer dit. Ja. Ja. Onthoud het maar. Oké, nou Jurre, laat maar eens horen. Hallo, Jurre hier. Mijn lievelingsactiviteit op een verjaardag is niks doen. Gewoon loeibrak in bed liggen, taart eten, nou echt een paar appjes beantwoorden en gewoon niks doen. Want ja, nu komt de aap uit de mouw. Ik ben op 28 april jarig. Dat is ongeveer de grootste kutdag van het jaar om jarig te zijn, zo na Koningsdag. Dus ik voel me gewoon mega bezwaard. Dus ik wil niks op mijn verjaardag. Nou, heel benieuwd wie dat nog meer heeft. Julia. Jure, dat heb ik ook, want ik ben op 29 april jarig. Iedereen is altijd brak ervan. Ja, dat is echt iets waar je jaarlijks tegenaan loopt, hè? Nou, nee hoor, want ik denk gewoon, ja, weet je, hoe ouder je wordt, hoe gekker. Nee, ja, ik... Wat een rare mond heb jij eigenlijk. Nou, hou even je bek met je stinky zwam mond. Jij hebt echt zulke lieve tandjes eigenlijk. Nou, jongen, echt bipolair wijf dat je ook bent soms. Maar, in ieder geval, ja, ik herken het. Ik doe ook liever helemaal niks met mijn verjaardag. Ja. Het gaat echt alle kanten op dit hoor, joh. Ik heb hier lang niet gezeten. Krijg je altijd helemaal lekker podcast. Ze krijgt benzine. Podcast. De podcast pokken. Sjaan, de podcast pokken. Maar goed, in ieder geval. Oké, nou, zo min mogelijk dus. Ook een leuke snippet. Dan gaan we door naar de minst favoriet. En we hebben ook helemaal geen jingle daartussen, volgens mij. Of, nee. Oh, jawel, je hoort het. Voor je die blaasinstrumenten even. Ik weet het niet. Luister nooit meer. Maar, ik heb het ook al heel lang niet geluisterd. Sjan, je minst favoriete? Ja, ik moet zeggen, ik vind dus... Nou, zoals ik het dit jaar gevierd heb, dus bij mij thuis... dat je ook een beetje bezig bent met... Ah, wil jij nog wat te drinken? Oh, hoe gaat het met jou? Inderdaad, dat je iedereen een beetje afgaat. Ja. Ja, dat vind ik gewoon niks. Dan ben je de hele tijd bezig met je verjaardag vieren. Maar niet met... Het leuk hebben. Je verjaardag... vieren. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Vooral als er dan ook een beetje mensen dat je denkt van... oeh, hebben ze het wel leuk? Moet ja, je bent toch... Moet je een beetje lijmen daar? En een beetje, ja, dus, weet je wat ik trouwens heel leuk verjaardag vind?
Bij jou thuis, bij je ouders. Ja, dat, wil ja, dat was leuk altijd. Ja, maar dan mogen wij ook echt komen met z'n tweeën, zeg maar, van de rest. Niet dat dat uitmaakt. Maar dan heb je dus echt die close familie verjaardag van jouw ouders met de buren en zo. En dan voel ik me altijd zo ver ja, dat maar wij ook mogen toen komen. Wij nog op school zaten, toen kwamen ook Hugo en Anna ja. Laura kwamen ook langs. Ja, en zo. Maar die zijn allemaal dood. Nee, die zijn nou, allemaal nee. afgevallen. Ik had weer no friends. Weet je nog Hugo die altijd afzegt? Ja, daar ging je mee jammen. Ja. Maar hij heeft afgezegd. Ja. Echt? Hij heeft gisteren afgezegd. Ja. Jesus Christ. Jezus, ja. Joh. Ja, zonde. Wat een leuke gast wel. Zeker. Maar hij ik moest vind... huis verkopen. Snap ik ook wel. Ik vind jou... Dat is mijn lievelingsverjaardag. Ja, ik hou er ook wel van. En dat is ook gewoon een lekker low-key. En dan, ja, met, weet je wat ik ook namelijk jou... vervelend vind aan een verjaardag? Dat je dan mensen gaat uitnodigen. En dan weet je niet waar je de grens moet trekken, weet je wel. Dus dan begin je gewoon. En denk je, oké, als ik die uitnodig, dan moet ik die ook uitnodigen. En als ik die uitnodig, moet ik die ook uitnodigen. En op een gegeven moment zit je op zo'n lijst. Die denkt van, ja, maar ik wil helemaal niet met zoveel mensen met verjaardag. Nou, ik moet wel zeggen, naarmate ik ouder word... Daar had ik eerder meer last van. Want mijn kringen worden ook steeds kleiner, zeg maar. Oh. Nee, dat is goed. Dat is prima. Maar zeg maar, dus je close kringen worden wat kleiner. Je ziet wat meer welke mensen echt belangrijk voor je zijn. En die nodig je dan op een gegeven moment uit. En andere mensen, ja, het klinkt heel lullig, maar doen er dan wat minder toe. Dus dan hoef je ook niet echt, voel je ook niet meer echt lullig om diegene niet echt uit te nodigen. Ik denk dus dat ook wel, dat is mijn tactiek ook een beetje. Maar stel dat je, zeg maar, wat ik altijd op een opluchting vind, is als je dan niet wordt uitgenodigd voor iemand, dan denk ik, oh, chill, dan hoef ik jou ook niet uit te nodigen. Oh, echt? Ja. Vrouwen en niet uitgenodigd worden. Nou ja, gewoon als je dus uiteindelijk je verjaardag heel groot viert, een groot feest geeft, dan de mensen die niet worden uitgenodigd, die voelen zich dan geskipt. Ja. En als je zo'n soort van heel low-key last minute doet, dan kan je gewoon zeggen van, nee, maar het was heel low-key last minute, boeien. Of alleen met een klein groepje. Maar ervaar jij dat dan veel? Dat mensen dan boos worden dat je niet wordt... Natuurlijk, iedereen wil toch naar mijn verjaardag komen, jullie. Ja, want dat is zo'n groot heel feest. Nederland in rep en roer, dat is niet mocht gekomen. Het is een van de meest exclusieve dingen die er zijn. Zelfs de datum wordt geheim gehouden tot het laatste moment. Ja, ja. Goed, in ieder geval lieve leuke mensen. Luiken? Sorry, leuke Heb mensen. Heb jij je minst favoriet al verteld? Ja, wel een beetje minst van ja. Wel een ja, beetje gedaan, mijn favoriete. Gewoon. Nou, kijk, ik vind gewoon. Over mijn eigen verjaardag kan ik niet veel zeggen. Maar over andere verjaardag wel. Ik, ga je nu weer dit doen? Ik weet niet. Oh, je bent ook lief. Jij bent mijn liefste vriend. Ik doe dat nooit. Nee. Maar ik vind het heel irritant, want ik wil me gewoon even. Ik gekke mond. Ik deed niet. Jij zegt dat ik een gekke mond heb. Ja. Nou, dan zeg ik al niks meer. Oké. Okay. Kunnen we door. Ja, dat was de podcast van deze week. Nou, dat is echt Vergeet ons niet te volgen op @je favoriete podcast op TikTok en Instagram. Vergeet ook niet je onderwerp in te sturen door middel van een spraakmemo in DM. Ik zag ook laatst een DM voorbij komen van iemand die zei, ik wil anoniem blijven. Dus ja, maar als ik naar hem kijk, zie toch ook dat jij dat doet. Ja. Dat is toch heel dom. Ja. Ik zag een DM binnenkomen van iemand die zei, ik wil anoniem blijven. Dus ik wil... Dus ik graag die spraak mee moet doen. Nou, je kan ook gewoon je naam niet noemen. En, maar goed. Vergeet het niet op YouTube te kijken. Je kan daar namelijk ook abonneren. En kijken. En kijken. Naar dat zei Sexy ik, Sean. Letterlijk. En, Sexy Sean ga je kijken. Is dat een, hebben we wel een beetje? Ja. Administratie weer op orde. Ja. Top! Doei! Bedankt mensen. Tot volgende week! Doei.